tuintje. Ik zit weer voor een huis om het een regenpijp voor me. Is geen zonde, hè? Nou, dat lost me zo. Nee, hey, dat hier morgen geen regen op. Dan. Doet. Is dat meisje op die statuut? Geen cent te veel, hoor! Ineens realiseert hij zich wat ze gezegd heeft. Tilpa moet hier naar de petrobrug. De dochter. We zijn meer voor de straf. Hendrix gaan wij meer. Maar hij zei ook toch, hè? Die had donkere biertjes waren makkelijker. Hij kan eigenlijk gewoon niet brouwen, die man. Hij kan niet van doen. Nee, dat denk ik ook. Want dat zag je met dat antwoord op het wit bier. Ik ben het er nog steeds niet mee eens. Witbier is niet geel. Nee, ik vond dat witbier vond ik niet. Is een beetje die vond ik niet wit genoeg. Also los. Ja. Eerste Pinksterdag 24 mei. De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Hey, iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier. Maar men weet het niet. Kijk even je vinger op mijn neus ligt. Hem zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, Zeeuwse kust. Waar de mensen onbewust zin in mosselfeesten krijgen. En van eten slechts nog zwijgen. Zullen we kijken? Nee, red door. Nou hier neerzet, dan zijn die
parkeerplaats hier. Parkeerplaats hier. Of een tang. Over 250 meter links afslaan naar de Zandstraat. We zitten nu hier, op dit punt. Dus stel je voor dat u die kant uit gegaan, dan is het toch over 500 meter stopt het hier. Dus ik denk dat u eerst, misschien het slimste is om gewoon die kant uit te varen. Dan kom je 1, 2, 3 bruggetjes tegen. Daarna is er een klein sluisje. Het staat gewoon open, maar dat is eigenlijk het smalste stukje van de hele tocht. En wij zijn natuurlijk ook met rondvaart aan het varen. Jullie zijn met een kano sneller weg dan wij met 9 ton. Dus hier moet je dan heel even uitkijken. Maar voor de rest is het overal heel breed. Dus dan kan je deze kant uit, dan kom je hier langs de woonboten. Dan kom je in de jachthaven van Middelburg. Mm-hmm. Het was redelijk rustig, dus en ik verwacht dat het van de oude toe is. Je kan hier rechtsaf. Dan kom je op het kanaal de Walcheren. Daar weet je ik zou daar niet komen voor de rest. Hier kan je een beetje pedalen of wat ook. Je kan ook naar links. Dit is een heel mooi stukje van de stad. Ik weet niet of u de film van Michiel de Ruiter toevallig gezien heeft. Nee, hebben we nooit gezien. Er is heel veel gefilmd hier in Middelburg. Dus onder andere hier is een mooi straatje. Hier zie je de Oostkerk. Als je hier door het straatje kijkt, is het een hele grote koepelkerk. Maar ja, goed, hier kan je ook niet verder en dan moet je dus weer terug. En als je dan tijd over heeft, dan zeg je van nou, dan gaan we nou even een stukje die kant uit. Dat is het meest slim om te doen. Ja. Oké. En het wijst zich vanzelf, het is heel leuk om te doen. Ik neem aan dat het is een prachtig mooi weer. Ja, precies. Wat beter dan gisteren. De boot is vol. Ja, gooit op. Kijk, ik heb wel wifi op mijn camera, Ed. Waar is je zwemvestje? Dat heb jij dan weer niet. Bye bye! Hebben jullie een kaartje? Nee, maar we gaan het tegelijk tevrij. Ja, maar dat is... Ah, je zal wel bekend onderweg hier. Jullie moesten wel naar links, dus jullie gaan nu al... Zijn we in de gaten, Ed? Ja. De twee zonder stuurman. Even die deuren in de gaten houden, die sluis.
Nou, we weer terug. Met je pedal. Niks. En de vlag meenemen. Dank voor. En nou hebben we net die koek uitgehaald. Nou is het met de pijplijn een beetje is het niet leuk. Ja, ik mis wel op de voorpunt. Kijk, een beetje draaien. Geen druk kogel. Geen koek op de voorpunt. Nu gaan we weer langzaam terug. Nee, we gaan. Zeker. Ja, we gaan. En dan gaan wij water krijgen. Of water of iets. Nee, hier is maar één ding, hè. Klein bootje. Hey, camouflage kleuren aan, we gaan doen. Zeg ik er wat in. Oké. Duur. Deze brug, als je erop loopt, dan vier je hem. Daar is het. Oh, wat leuk! Dan gaan we een beetje naar de zijkant, maar ik moet nu wel even waarschuwen, want er staan twee rijen met stemmen. Dan kun je niet aan deze rijen uit de motor. Mag ik uw vaderwijs eens even zien? Ja, laat je vaderwijs zien nu. Papieren maar. Mag ik geen rot hebben? Wat doe je nou erop? Je vaderwijs graag. Hè? Je vaderwijs. Heb je dat niet? Oké, ja, ik denk dat ik het hier wel heb. Ja, ja. Ik heb het helemaal wat ik niet. McFly. Ik denk dat ik de touw achter in het water heb. Ik heb een sleepwang. Ja, dat is goed geweest. Oh, de moestie stopt er zo uit. Ah, dat is zo. Ja. Ja. Wil je de schoenen eruit? Ja, heb je allebei mijn schoenen en mijn sokken? En jullie tornetje? Thank you.
kuifje. Dus als je het dorp binnenkomt, draai je rechts. Aan de rechterkant van het dorp. Zoute zee slaat in diepe zilte zee. Boven het vlakke land trilt stil van de lucht heen. Iemand slaat soms onverwacht, maar zeker onverwacht. Alarmfase 2 is hier nauwelijks nog meer. Maar men weet. Ja, Reunold, we gingen naar Zuiderland hoor, die gaan we toch, hè? Ja, toch. Ja. Kijk, dus daar gaan we gewoon die koudbed op opzetten, hè? Ik zal het niet in hebben. Waar de mensen om de bos zin in feest te krijgen. Als ze zat zijn en voldoen, dan weer rustig slapen. Dan gaan we naar beneden. Ja. Maar er is niets aan de hand. Vlissingen adem zwaar en moedeloos vanaf. De haven is verlaat, want er is nog maar één vraag. Die moet in de wolken bij de gaats worden. Dan moet je net lopen. Zoals
Waar is er een klantje? In het de zee daar. Vandaag is het gewoon, maar we zijn echt rechts gelopen. Ja. Ja, er zijn veel motten vragen, die heb daar ervaring mee. Ik weet dat niet. Weet je hoe wij knuffelen, joh? Heb ik weer genoeg voor een maand, zegt hij dan. Hoe is hij nou? Zo kan het ook. Ja hoor. Het moet dat. Volle pol. Er geld voor betaald. Ja, zijn ze oké? Ja, dat is de grote. Hij doet het even niet die dingen in de fik steken. Je moet rustig gewoon garen. Dat is allemaal gaar. Ik moet even rennen. Ik ga met honden. Ja, Loek, dat zijn karbonaatjes. Dan kan je bij thuis komen hoor. Echt. Nou, kennelijk niet, want ze leggen het nog steeds. Welke is nou mijn karbonaat? Want daar is het allemaal door. Ik heb die hier, die is een schuizen. Ik hou in de gaten. Neem ik die mails. En wie staat hier niet voor jou ook, hè? Hou toch in de gaten. Het gaat allemaal zo snel hoor. Nee, maar we blijven er wel bij. Dit balletje. Eerlijk gezegd denk ik dat die van jou wordt, want die kwam een geetlaag van mij met je zo. Ja, die is van mij. Ik denk dat die van jou is, maar nogmaals. Thank you.
Heb je? Ik ben niet jammer dat het... Ga je andere bedoeling? Het is gewoon levensgevaarlijk. Dat je rond op Spanje. Ja, geld als je.